17 maart, dan zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Weet u al of u gaat stemmen? Absoluut, natuurlijk. En je weet ook al op wie, denk ik. Ja. U heeft uw keuze al gemaakt? Al jaren. Ja. Ik weet het nog niet zeker, maar misschien ga ik wel stemmen. Ja. Ik ga zeker stemmen. Ik ga nog wel de stemkeuze ga ik nog wel even via internet. Daar ben ik dan nog wel heel erg benieuwd naar of mijn standpunten van de vorige stemming is veranderd. Maar ik ga zeker stemmen. Weet ik wel. Maar niet op de VVD. Nee. Want die neemt hem bij de poort. Ja. Dat denk ik wel, ja. Ja. Er zijn 4 Almeloze kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, dat weet ik nu nog niet. Dan ga ik maar even verdiepen en dan zal ik daar uiteraard wel wat meer gaan doen, denk ik. Denk je dat het belangrijke verkiezingen worden? Ik denk het wel, ja. Want ik denk ook wel dat mensen een beetje klaar zijn met hoe het nu rondgaat. Dus, mensen willen graag het roer omgegooid zien worden? Ja, dus ik denk dat mensen wel verandering willen deze tijd. De bedoeling is, en dat het, als de mensen het goed doet, dan pakt hij toch maar het witkopje. Wilders, ja. En waarop baseert u uw keuze? Nou, omdat het nou een rommeltje is, zeg maar, in de Tweede Kamer. Dus het ligt, het bedriegt, ze bieden excuus aan de hele dag. Je kunt het, nee. Het is gewoon orde op zaken stellen en daarbij een andere voor nodig. Niet op het begin met deze partij. Nee, dat moet weg, allemaal weg. Ja. Denkt u dat het belangrijke verkiezingen gaan worden? Zonder meer, ja. Ja. En waarom denkt u dat? Nou, met al die toestanden van nu tegenwoordig is het wel belangrijk dat je je stem laat horen. Ik stem altijd op Baudet. Ja. Denkt u dat deze verkiezingen belangrijk gaan worden? Misschien wel. En waarom denkt u dat? Ja, dan komt een keer een ander aan het roeren. Denkt u dat andere partijen beter zijn? Ja, dat denk ik zeker. Dus dan bent u het met veel mensen eens die zeggen, het roer moet om. Het roer moet om. Iedereen die is natuurlijk corona moe. En dat snap ik ook. En of daar dan in de cursus bij de mensen worden beïnvloed, ja, dat weet ik niet of dat zo zou zijn. De PVV die krijgt altijd mijn stem. Maar ik bedoel maar, en dan zou ik ook op Geert Wilders stemmen. En dat blijf ik ook doen. Maar het is geen Leiden. Het is geen Leiden. Dan zeg ik van, dan is Rutte, ik stem niet op Rutte. Maar ik vind toch wel Rutte de leider voor Nederland. Ja, het beleid moet anders, ja. Maar ik, het is ook maar, kijk, de politiek die wist dat ook niet van tevoren met de corona en hoe dat aan te pakken. En ik denk, nou zijn we al bijna een jaar bezig, of het is al een jaar, dat we daarvan kunnen leren, dat de politiek daarvan kan leren. Dat als ze terugkijken van dit hadden we beter kunnen doen en dat hadden we beter kunnen doen. Maar als u vraagt van met Rutte, ja, hij doet het toch allemaal wel, hij doet het wel netjes. Krijgt het dan wel heel Nederland over zich heen, maar ik vind dat hij het wel netjes doet. En weet u al op welke partij u gaat stemmen? Ja. Maar dat laat ik voor mezelf. Okay. Ja.